Dus al bij al, verwijderingsefficiënties, denk ik dat we toch wel een aantal mooie zaken kunnen realiseren. Heel kort iets over een aantal randvoorwaarden. Een vraag die altijd komt, wat in de winter, wat als die temperatuur daalt? Wel, ik heb hier gewoon even ter informatie een aantal prentjes gezet. Helofytenfilters zijn superpopulair in Scandinavië, in Canada, waar de winters nog veel strenger zijn. Dus uiteindelijk, voor het klimaat hier in Nederland, is dat eigenlijk absoluut geen probleem. Andere vraag die vaak komt, ja, maar en wat als ik dit weekend 20 vrienden op bezoek heb, of wat als ik 2 weken met vakantie ben? Wat is het effect op dat systeem? Wel, er bestaat een Europese norm voor IBAS-systemen. Die is uiteindelijk opgesteld voor package plant, dus eigenlijk meer technische systemen. Maar die gebruiken wij in Vlaanderen ook voor die helofytenfilters. En daar doet men echt een dergelijke test. Dus wat als iemand 2 weken weg is, wat bij een stroomstoring en noem maar op. En wat we komen eigenlijk steeds tot de constatatie dat dat voor die helofytenfilters geen enkel probleem is. Als laatste, mag ik dan bepaalde zaken niet doorspoelen door het toilet of door de gootsteen als ik zo'n helofytenfilter in mijn tuin heb? Wel, het is niet de bedoeling dat u echt heel toxische stoffen in grote hoeveelheden gaat doorspoelen, zoals een verfverdunner of zoals bleekwater. Dat komt niet goed. Maar aan de andere kant, bent u dan verplicht om stevast ecologisch afbreekbare wasmiddelen en dergelijke te gebruiken? Dat hoeft eigenlijk ook niet. Dus die systemen kunnen perfect ook om met al